Als je een dramaproductie wil maken of een documentaire, kun je het best verschillende standpunten gebruiken. En dit is een totaal shot. Dit is een medium shot. Dit een close-up. Dit noemen we dus een detail. Dit is een kickforce, oftewel het kikkerperspectief. Dit gebruik je om iemand van onderen te filmen. Hierdoor lijkt hij groter en sterker. Dit standpunt noemen we vogelvlucht. Hiermee film je iemand van bovenaf. Het best kun je het gebruiken als je iemand kwetsbaar wil laten lijken of klein. Dit is neutraal perspectief. De camera staat dan op ooghoogte.